constructie van de Merian Mijn is begonnen op 23 augustus 2014, een dag nadat we van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen het recht van exploitatie hadden verkregen. En na slechts 25 maanden van noeste arbeid ziet u het resultaat hier achter ons. Sinds 1 oktober 2016 zijn we in productie. In de fabriek hier achter me, hier zal maandelijks 1 miljoen ton erts worden verwerkt tot goud. 400 tot 500.000 troy ounces per jaar, gemiddeld in de eerste 5 jaar. Zeg maar zo'n 1000 kilogram per maand. En zoals minister Hoefdraad van Financiën vorige week eloquent in het parlement heeft aangegeven, zijn de eerste exporten van goud inmiddels gerealiseerd. En de royalties zijn inmiddels overgemaakt, minister. We hebben sinds we in productie zijn zo'n 40.000 troy ounces met een straatwaarde van zo'n 50 miljoen naar de refinery gestuurd. De Delfstoffenovereenkomst geeft ons de mogelijkheid om hier voor 25 jaar te zijn, met een optie om nog 10 jaar te verlengen. En we willen van de volle termijn gebruik maken en zullen blijven investeren in exploratie en in onze toekomst. Volgend jaar alleen al $12 miljoen. Unique. It's very special, and I'm very proud to be part of this process. When I compare it to other areas around the world where we develop properties, it takes good cooperation with not only the national government, the regional, and in this case also the communities. And I think this is a good example that we'll point to across our business, a good model for developing a new mine. Vandaag is weer bewezen dat ondanks onze kleinschalige en moeilijk voortsukkelende economie we een gigant van wereldklasse hebben kunnen aantrekken. Toast op de opening van de Merian Mijn, op de toekomst van Suriname en op de toekomst van niemand in Suriname. Proost!